Vanmiddag rond een uur of twee is de melding binnengekomen dat er brand was bij de televisietoren in Hogesmilde. Daar is vervolgens uiteraard met behoorlijk wat manschappen naartoe gegaan. In eerste instantie is de brandweer op de toren ingegaan om te kijken of het van binnenuit te blussen was. Echter op een gegeven moment was het toch voor de brandweer duidelijk dat dat niet haalbaar was. En dat naar alle waarschijnlijkheid de mast als verloren moest worden beschouwd. En heeft men gelukkig tijdig besloten niet alleen het gebouw te verlaten, maar ook het gebied om de mast heen te verlaten. Nou, we hebben constateerd dat dat een goede zaak geweest is, omdat toch nog eerder dan verwacht toch de mast gevallen is. Het hoogste deel richting het noordoosten en het onderste deel wat meer richting het zuidwesten. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt die daar waren of in de omgeving waren. Bent u zelf een beetje aangeslagen door wat er vanmiddag is gebeurd? Ja, het is gewoon heel vervelend dat zoiets gebeurt. En als je daar aankomt en je ziet de rook, dan hoop je dat het daartoe beperkt blijft. Maar ja, en op een gegeven moment zelf de mast zie vallen, ja, dan schrik je daarvan. En dan met name van, oh jee, als het maar geen mensen en dieren raakt. Nou, en dan was gelukkig al vrij snel, omdat er ook een helikopter boven hing, gezegd werd van, nou, volgens ons heeft dat allemaal geen last, dan ben je opgelost. Nee, want de oorzaak van de brand is, daar is niets van te zeggen. Zoals ik al zei, al vrij snel is de brandweer het gebouw uitgegaan en onderzoek zal dat later uitwijzen. Is er sprake geweest van een hele gevaarlijke situatie? Ja, als zo'n mast gaat vallen, dan kan je niet anders dan van een gevaarlijke situatie spreken. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou er ook niet aan moeten denken dat men nog in of vlakbij het gebouw had gestaan. Heeft die beslissing ook in uw handen gelegen? Nee, die was al genomen voordat ik ter plaatse was. En dit soort beslissingen vind ik ook dat de deskundigen in het veld moeten nemen. Hoe is de situatie op dit moment? Ja, de situatie nu is stabiel. Een van de gevallen delen die brandt nog. Nou, daar zal de brandweer, zoals het heet, nablussen. Gasleidingen wat van essent moet afgesloten worden. En ja, dan is het qua gebeurtenis in die zin afgesloten. Wat niet wegneemt dat dan nog onderzoek, opruimen en ja, technische van, maar dat is niet aan ons. Hoe krijgen we die zenders weer goed in de lucht? Denkt u dat de mast weer wordt opgebouwd? Ik durf op dit moment niets van te zeggen. Ik hoop het wel uiteraard.